Brons voor België, tweede medaille op deze Europese kampioenschappen. Kijk naar de tranen van Bolshakova. Dit is een prachtig beeld. Het is gelukt. Svetlana Bolshakova wint een bronzen medaille op het EK Atletiek in 2010 alweer. De Olympische Spelen afgelopen zomer in Londen waren wat minder succesvol voor haar. Voor alle Belgen eigenlijk. Alhoewel, ene Lionel Cox, kent u hem nog? Hij werd de held. Hij won zilver in de Belgische volkssport, liggend karabijnschieten. Svetlana wou dat ook wel eens proberen. For the next competition shot, load... 0,5 is het verschil maar meer tussen Cox en Debevec, tussen zilver of brons. Laatste schot, laden. Kom op. Ja, zilver. We hebben een medaille. Dag Svetlana, ik wil je welkom heten in de club van Sint Barnabas-Zwevegem. Ik ga je vandaag een basistraining geven. Het is echt een soort liggend, zoals Lionel Cox in de Olympische Spelen. Zal mijn best doen. Oké, dus we hebben ballonnetjes geplaatst op 10 meter, op 30 meter en op 50 meter. En we gaan beginnen met de eerste ballonnetje op de 10 meter. Dit is hier het wapen. Ja. Dit is de diopter en dit is de tunnel. Met een klein ringetje, zie je hem? De bedoeling is dat je hier doorkijkt en dat je dan de tunnel mooi centreert in de diopter en dan de trekker overhaalt. Dus het kogeltje gewoon erin leggen en dan gewoon de grendel vooruit. Goed vooruit, doe maar goed vooruit. Ja, en dan naar beneden. Nu is het wapen geladen, dus nog niet de trekker overhalen, anders is het tot vertrokken. Zie je mooi de tunnel? En als ze mooi in het center zit, mag je de trekker overhalen. Dat is wel moeilijk, man. Die is raak. Man. Dus doe maar de tweede. Op 30 meter. Het gaat goed. De eerste 4 ballonnetjes al mee. En 4 shots, dus is goed. Ach ja. Nu gaan we voor de laatste op 50 meter. Ja, voor de eerste 5 shots is dat natuurlijk goed. Oké, de carrière mag beginnen. Dus dat wil zeggen dat je de techniek qua mekken al een klein beetje onder de knie hebt. We gaan nu beginnen met het liggend schieten. Eens je aan het mekken bent, neem je adem. En adem je 2/3 uit en hou je 1/3 in je longen, zodat je 4-5 seconden tijd hebt om je schot te laten vertrekken. En ook proberen om tussen 2 hartslagen door je schot te laten vertrekken, zodat je geen bewegingen opsprongen hebt van je wapen. Bewees dat! Amai. Zo, voilà. Ik voel me echt vreemd, maar ja, als je dat moet. Een beetje opgesloten. Ja. De hand stopt mooi tussen je duim nemen en goed vooruit. Mooi. Jongens, hoeveel gewicht heb je? Dat geweer weegt ongeveer 6,5 kilo ongeveer. Amai. En nu ik begreep wat bedoel ik toen, je moet inademen en daarna in de lucht uitademen, omdat anders je weer beginnen opgeren. Ja, dat zullen we proberen. Ja. 9,6. Goed. We gaan nu een keer een reeks doen, zoals Lionel Cox gedaan heeft in Londen bij de Olympische Spelen. Het is echt een soort legend. Allee, dan ben ik benieuwd zelf hoe ver zal ik raken. Oeh, ik voel echt mijn arm niet meer. Het ziet er wel niet zo slecht uit. zag er absoluut niet zo slecht uit. En ze is bij ons, Svetlana Bolshakova, ook bij ons Luc Brees, de voorzitter van de Vlaamse Schietsportkoepel. Met trotse pins op zijn vest ook. Dat hoort er allemaal bij. Dat hoort erbij, uiteraard. Svetlana, welkom. Wat was je score nu? Je hebt 60 keer geschoten, je kan 10 keer of 10 punten scoren per schot, dus 600 is het maximum. Wat heb jij? 500 van 600. 500? Dat is behoorlijk goed voor de eerste keer. Dat is 5 op 6, dat is gigantisch, nee? Dat is behoorlijk. Je mag wat enthousiaster zijn, meneer Brees. Is het dan zo makkelijk, Svetlana? Nee, dat is helemaal niet gemakkelijk, omdat ik heb de eerste keer geweer in mijn handen gehad uiteindelijk. En, ja, dus een beetje alles aanpassen. En deze toestel moet ook aan uw lichaam aangepast worden. Dan nog een beetje technische uitleg over hoe moet je dat inademen, hoe je moet uitademen, hoe moet je kijken. Tussen twee hartslagen door. Ik hoor dat niet. Mijn hartslagen zo. Ik was gewoon proberen me concentreren. Doel zien altijd. Maar na 20 keer toen ik was schieten, ik was beginnen zien dat het doel is niet meer zo goed. Dus mijn focus was ook wel weg. En dat is heel moeilijk te volhouden. Concentratie, is dat de clue bij deze sport? Dat is inderdaad dat is het alfa en het omega van de sport, is concentratie. Ja. En je vecht eigenlijk alleen maar tegen jezelf. Hoe bedoel je? Wel, jij bent het, hè, die elke keer de trekker moet overhalen. Ja. En jij moet je eigen conditie op peil houden, je moet je eigen ademhaling onder controle houden. En je moet 60 keer opnieuw concentreren op dat schot, op die fractie van een seconde dat schot vertrekt. Ja. En zoals jij gezien hebt, is dat na een tijdje niet meer zo makkelijk. Hè? Is het topsport? Want het lijkt, of we kunnen eigenlijk zeggen, het lijkt een beetje café-sportachtig, maar is dit topsport? Ja, het is dan moeilijk te zeggen, omdat het is wel sport, anders het was niet Olympische discipline, maar je kan dat helemaal niet vergelijken bijvoorbeeld met mijn sport. Nee. Ik ben met mijn fysiek klaarmaken voor mijn wedstrijden te doen. Bij karabijnschieten misschien moet je minder fysiek inspanning doen, maar je moet wel andere dingen te doen. Ja, dus meer mentale concentratie, ook u onder controle te houden. Zo, dat behoort bij ons bijvoorbeeld anders in de wedstrijd. Dat is moeilijk te zeggen, maar dat is wel moeite waard voor zoiets proberen. Ja, en ik denk, ik wou gewoon geen enkel sport afbreken. Ik vind dat heb place to be en dat is. Okay. Is het een sport? Mogen we dat echt topsport noemen, meneer Brees? Wel, zoals je net gezegd is, het is een Olympische sport. Dus per definitie is het natuurlijk een sport, is ook een topsport. Ja, maar je weet wel wat ik bedoel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar het is een sport die er makkelijker uitziet dan die realiteit is. Want je denkt, ja, wat is er nu aan? Hè? Je neemt de geweer vast, trekt de trekker over. Ja. We hebben dat allemaal op de kermis al eens gedaan. En dit is eigenlijk net hetzelfde. Dat je hier met een Ferrari rijdt in plaats van met een 2PK. Maar voor het overige, er komt toch wel iets meer bij kijken, zeker op dit niveau natuurlijk. Hè. We schieten hier tegen de wereld op de Olympische Spelen. Ja, want de winnaar op de Olympische Spelen, de gouden medaille, had 600 op 600, dus 60 keer los in de roos. Ja, los in de roos, ja. Dus dat is natuurlijk niet de evenaren. Nee. Die heeft ook een absoluut wereldrecord geschoten op dat ogenblik. Ja. Dus, maar wij als klein land moeten toch optornen tegen hele grote landen die ook een hele traditie hebben van sport. En zie je nu door die Olympische Spelen, door die medaille, dat er meer inschrijvingen komen? Dat het toch iets getriggerd heeft? Wel, wat we hebben gezien, vorig weekend hadden we het Belgisch kampioenschap en Lionel Cox was daar ook aanwezig. Het hele weekend trouwens. En hij werd enorm bevraagd, vooral door jongeren. Jongeren wilden van alles van hem weten, dus dat vind ik al heel interessant. Het mooie ervan is dat ik ook gehoord heb op dezelfde wedstrijd dat er van vele clubs toch aanvragen komen dat jongeren ook geïnteresseerd worden erin. Ja. En dat hebben we natuurlijk echt wel nodig. Zou je het kunnen aanraden als sport aan mensen? Ja, zeker. Het is moeite waard te doen, denk ik. Ik zou zelf graag terugproberen. Mijn man was erbij en je was heel jaloers dat je mag niet doen. Maar het is wel interessant. Dat is iets nieuws, dus helemaal anders wat ik doe. En het plezierige is ook, denk ik, en dat is dan een beetje anders dan sporten die zo fysiek zwaar zijn, zoals die van u, dat bij ons kan je dat uitspreiden over een heel lange termijn. Dus je kan eigenlijk nog schieten tot op vrij hoge leeftijd. Dus pensioenleeftijd, en dan zijn we bij het begin van de uitzending. Ik zal je zeggen, de oudste schutter die ooit heeft meegedaan aan de Olympische Spelen was 72. Oh, voilà. De jongste was 16. Oké, dan heb je nog heel veel tijd om te studeren. Hartelijk dank, Svetlana Bolshakova en Luc Brees.